De grote dag is vandaag. Het is echt zover. Bobo gaat vandaag naar huis komen. Lieve puppy Bobo. Het gaat echt gebeuren. Het gaat echt gebeuren. Ik vind het zo spannend. Ik zit met zwetende oksels. Ik heb het super warm. En ik weet gewoon niet hoe ik me moet gedragen. Als je zo lang naar iets toe leeft en het is dan eindelijk daar, dan voelt het zo gek. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Let's go, pop. Woo. Hey. Hallo. Hi. Jij gaat zo mee, hè? Ja. Hey. Oh, hey. Hallo. Oh, ik mag mee. Ik moet nog even gemeten worden of ik het wel ben. En? Ja. Yes. Nou, de eerste paar meters gaat het hartstikke goed, hoor. Ja. Straks krijg je alle ruimte van de wereld. We hebben een mooi huisje voor jou. Een mooie woonkamer. Krijg je ook een vriendinnetje erbij. Gaan we je Pien laten ontmoeten. Ja, je bent zenuwachtig, hè. De puppies hebben ook sinds 8 uur geen eten meer gehad. En het is nu dik over 1:30. Anders spuren ze misschien in de auto. En dat willen we natuurlijk niet. En als ze zo thuis zijn, dan krijgen ze gelijk wat te eten. Want ze heeft natuurlijk super honger. Ik ga de camera even wegleggen. En dan ga ik weer even knuffelen. Het laatste stukje van de rit heeft Bobo bij mij op schoot gezeten. Ze wilde niet in die doos blijven. De hele tijd eruit klimmen. Als ik er terug zet, had geen zin. En op mijn schoot bleef ze rustig. Dus we hebben even Bobo op schoot gezet. Slaapt ze? Nee. Ze is wel wakker. Ze is erg zenuwachtig. Dus ik ga de camera even wegleggen. En dan gaan we even de tijd nemen om Bobo in huis te zetten. En dan pak ik straks weer de camera erbij. Bobo was net een beetje bang. Maar ze is nu gewend. Al helemaal kwispelen. Helemaal bij me zitten. En Pien die staat super enthousiast voor de deur. Dus ik ben benieuwd hoe ze op elkaar gaan reageren. Spannend, hoor. Nee. Ga maar kijken, Pien. Zachtjes. Laat ze maar gaan. Heel zachtjes. Nou. Ach, ik moet helemaal huilen. Mijn moeder moet helemaal huilen. Die stond helemaal huilend voor de deur. Goed zo. Ja, ga elkaar maar lekker snuffelen. Kijk, kwispelen. Geen staart tussen de benen. Top. Hartstikke goed. De eerste stapjes binnen. Kom maar. Welkom. Welkom thuis. Welkom bij de familie. Ik ga zitten en ze komt gelijk bij me zitten gewoon. Ja. Oh, wat gaat dit goed, jongens. En Pien, die snuffelde 3 keer en toen kwam ze alweer naar ons toe. Die hond, die boeit het weer helemaal niks natuurlijk. Dat is hoe Pien is, hè. Lui, boeit allemaal niks, vindt alles prima. Puppy moest wel even wennen een beetje. Maar ze lieten het toe van elkaar, dus. Kijk. Lekker speels, lekker op onderzoek uit. Ze is super enthousiast, jongens. Kijk dan, helemaal kijken. Kijk wat ze wil, maar... Ja. Laat Pien eens komen dan. Je moet je niet te veel beschermen, hè. Nee. Hey! Nou, dat was het alweer. In de auto, pap, werd ik net ook echt super emotioneel. Ik weet niet waarom, maar ik zat echt zo... Wat gebeurt er? Ja, het is ook zo'n lief klein diertje. Ze blijft lekker op mijn schoot zitten, hoor. Bobo, kom eens kijken dan. Ja, mijn moeder die probeert te lokken. Kom eens kijken dan. Ja, ga maar. Ik kom er zo aan, schat. Ah, mijn moeder heeft dit erop gelegd. Ter verwelkoming van de pup. Leuk gedaan, man, die lichtjes. Oh, moet je nog meer huilen? Ja. Niet huilen, want dan moet ik ook huilen straks. Ja, maar ik ben er gewoon nog niet zo mee bezig geweest. Ja, nu is ze er en dan wel, hè? Ja, het vertedert heel erg. Nou, fuck jou, man, nu moet ik ook huilen. Ik ben echt zo blij dat ze niet aan het piepen is en dat ze gewoon gelijk gaat kwispelen. Ja, het gaat heel goed. Godsam, ik moet echt janken nu. Hey. Kom je weer bij me op schoot? Ja, gezellig. Duo Penotti, jongens. Wit en zwart. Leuk hè, Pien. Hey, interessant hè. Ja, even snuffelen. Dit wordt straks weggehaald hoor, jongens. Maak je niet druk. Nou, het gaat hartstikke goed. Ja, schattig. Echt zo chill dat Pien en die pup gelijk gewoon chill met elkaar zijn. In het begin zal ze water krijgen en eten en snoepjes vanuit de bench. Even kijken of dit niet te groot of te klein is, dit stuk wat we nu hebben gemaakt. Ja, en we gaan jou ook lekker eten geven, hè? Je zal honger hebben. En daarna gaan we proberen een plasje te doen met je. Oh, de staart is leuk. Oh. Ik heb een mooi schema meegekregen. Daar staat precies wat ik moet geven. Als een pup 2 tot 3 maanden is en zoveel weegt, dan moet je dat geven en super handig. Dit heb ik meegekregen van de fokker, dus ik ga even goed kijken en dan krijgt Bobo voor het eerst eten.
Kijk. Jij krijgt ook nog genoeg aandacht door Pien. Jullie allemaal, hè? Eén grote familie. Nou, ga maar weer op onderzoek uit, Bobo. Heb je al een beetje honger? Je al een beetje honger? Ja, jij hebt ook honger, hè, Pien? Maakt niet uit waar ik heen loop. Ze blijft heel trouw achter me, hoor. Maar ik ben hier zo heen gelopen, want ik ga het eerste speeltje pakken. Dit is denk ik een heel mooi speeltje om te beginnen. Kan moeilijk afbreken, dus kan ze ook niks inslikken. Kijk eens. Kijk eens. Ga hier maar mee spelen. Oh, ik denk dat je nog te veel aan het ontdekken bent. Nee, Pien is niet voor jou. Als Bobo een speeltje wil, dan moet Pien ook een speeltje krijgen. Hier, alsjeblieft, Pien. En dan hebben ze allebei een speeltje, anders gaan ze vechten voor wie de baas is. Pak je hem? Nee hè, ik ben interessanter. Ja, je wil op mij klimmen. Na het eten moet je echt even je rust pakken hoor, gekkie. Je bent zo druk, hé, gek. Nou, daar gaan we. Ze is een beetje bang. Een beetje aan het piepen af en toe. Een beetje snuffelen. We hebben bewust niet voor een tuigje gekozen. Zo'n soort ding die je om de borst heen doet. Want dan heb je vaak minder controle. En ze moet het gewoon aanleren dat het zo hoort. En als ze gaat trekken, dan ga ik stilstaan. Ze mag pas lopen als ik loop. Dat zal nog een hele klus worden, want het is een pittige tante. Dat zei de fokker ook. Je hebt een pittige tante mee. Dat knuffeltje komt uit het nest. En dan heb ik hier nog een tas. Allemaal knuffels erin. Dan heeft ze voorlopig nog de geur van het nestje. Kijk, een mooie Winnie de Poe knuffel. Die zetten we er ook even bij, zo. Hoppa. Uh-oh. Oh, daar ligt een drolletje. Hier ook een stukje. We doen de camera uit en ze moet poepen. Kijk, gelukkig heeft ze het meeste buiten gedaan. Ik denk dat ze ook moet plassen. Oeh. We gaan naar binnen en gaat ze zitten poepen. Dus ze pakte erop, snel naar buiten. En toen heeft ze toch nog een beetje buiten kunnen poepen. Oh, er zit gewoon poep aan je handen. Ja, daar moet je scheid aan hebben. Ja, jongens. Dat noem je zindelijk maken, hè? De poepjes liggen verspreid. De komende tijd zal het nog even moeilijk worden. Maar uiteindelijk gaat ze begrijpen. Dat was met Pien ook zo. Hoe het werkt. Bobo is heel erg moe. Die probeert lekker te slapen. En de aankomende dagen komen er nog geen mensen. Maar voor sommigen moet je een uitzondering maken, hè? Ja. Leuk hè, schat? Ja. Ze ligt nu op mij te slapen, maar ik ga haar zo even in de bench leggen. En dan is ze helemaal nog koud, denk ik. Want ze is nu al helemaal nog koud. Nou, dat was niet heel moeilijk. Ik pakte erop. Ik zette er neer. Ze ging zitten. Ze viel om. En het is gelijk gewoon coma. We gaan haar nu even met rust laten. En als ze wakker wordt, dan gaan we weer even naar buiten. Oeh, oh, gek. Zo, ik moet even bijkomen. En niet eens omdat die puppy hier is. En het wennen en het eten geven of zo. Maar gewoon net door de autorit. Want ze zat toch een beetje te piepen. En ze wilde niet in die doos. Dus ik legde gewoon een handdoek op mijn schoot. Het ging ze op mijn schoot zitten. En ik deed het raampje op een kier. En toen was het ineens allemaal prima. Toen ging ze gewoon liggen. Nog wel een klein beetje onrustig. Af en toe hijgen. En eigenlijk nadat ze gewend was aan Pien. Ging het allemaal super chill. Hier kijk maar. De pup ligt nu te slapen. En Pien ligt er gewoon naast. Maar ik ben nu helemaal verrot. En dat komt echt omdat ik het zo spannend vond. Al mijn energie is gewoon op nu. Maar dit is zo leuk. Dit is zo schattig. Net viel ze al gewoon in slaap op mijn schoot. En ze is super onderzoekend. Alles snuffelen. Alles kijken, echt. En ze is prachtig. Ze is echt prachtig. Ze ligt daar zo vredig. Hé, mam, we moeten wel even die lichtjes weghalen nog straks. Straks pakken we ook even die tas daaruit. En dan gaan we even kijken wat daar nog allemaal in zit. Hey, heb je lekker geslapen? Ik heb dit even uit de kast gehaald, want ik wil even aan jullie laten zien hoe dit werkt. Ik heb uit die zak heb ik alles in deze voerton gedouwd. Alleen de fokker zei... Dom. Oh, nee. Maar ik was bezig met mijn verhaal. Dit is inmiddels alweer schoon. Waar ik naartoe wilde is dat alle brokken had ik uit die zak hierin gedaan. Alleen de fokker die zegt tegen mij, Dom, als jij alles hierin laat, dan trekt dat plastic in de brokken. En dat wil je natuurlijk niet voor je hond. Dus ik ga alles terug doen in die zak. En dan doe ik die zak in zijn geheel hierin. Kijk, dit bedoelde ik dus. Een zak met voer in een ton. Niet los van elkaar. En dan trekt de plastic er niet in, toppie. Bobo ligt lekker te tukken. En dan gaan wij even kijken wat hier allemaal in zit. Dit heb ik ook meegekregen van de fokker. Ten eerste een baksteen, een stoeptegel. Oh, dat is geen stoeptegel, het is hout. Wat schattig. Maar wat leuk. Dat is hout. Dat is hout, ja. Ik dacht dat het een tegel was. We krijgen ook nog wat puppybrokjes mee. Wat is dit? Oh, een sok. Nee, joh. Oh, wat leuk. Wat zit erin? Er zit iets in. Speeltjes. Dit is wel echt heel attent hoor. Kijk hoeveel speeltjes er in die sok zitten. Wat lekkere snoepjes, wat speeltjes. Dit is een zus van Bobo. Kijk hoe schattig. Die kregen we ook nog mee. Een foto. En dan hier zo hebben we een tekentang. Wat is dit? Oh ja, een tekentang. Daar staat het. Nice. En dan hebben we ook nog een kalender. Volgens mij een hondenkalender of een dierenkalender. Op elke pagina staat een ander dier. En nog een mooi boekje waar allemaal info in staat. Mocht ik iets niet weten. Nou, super attent toch dat we dit ook allemaal meekrijgen. Is dit ook dit nestje of is dit... Ja, dit is ook dit nestje, ja. Is dat Venna? Dit is mama en een van die 9 pups. Dat is Bobo. Ik zat net op de grond hier zo filmpjes te kijken op YouTube. En Bobo die kwam op schoot zitten en die werd helemaal gek van het beeld. Die dacht, wat zie ik allemaal? Ze ging helemaal springen en een soort heel raar kijken ernaar. Maar kijk hoe ze nu ligt. Je kan mij niet vertellen dat dat lekker ligt. Het oortje hangt letterlijk in het water.
Ze is super veel aan het slapen, omdat ze natuurlijk helemaal moet wennen. En ze is super moe van alles. Ik ben ook heel moe van alles. Maar ik denk dat ik er weer helemaal bovenop ben na het eten zo. Want kijk nou toch. Dit is ham met bepaalde kaas in kipfilet. Allemaal in elkaar gerold. En het ruikt zo lekker. En meestal als iets lekker ruikt, dan smaakt het ook lekker. En er zit allemaal meloen hierin. Oké, dat is een grapje. Maar ik dacht zelf letterlijk toen ik net langsliep dat er echt meloen in lag. Maar wat ligt hier nou in, mam? Aubergine of zo? Nee, courgette. Oh, courgette, ja. Oh, het is klaar. Oh, het ruikt het lekker. Ik ga zo hard chappen, jongen. Mijn maag weet niet wat er gaat gebeuren. Tot nu toe gaat ze altijd met haar hoofd in, tegen of op het bakje liggen. Op haar waterbakje. Moet je kijken hoe snel zo'n beestje ademt. Dat doen puppies. Eet smakelijk, die papa. Jij ook. Dankjewel. Oh, die ligt lekker. Oh, zo hoorde je mijn knieën? Allebei mijn knieën knakten. Dit ziet er zo relaxed uit. Ze ligt op haar speeltje. Ze ligt nu niet meer op het kleedje, want we hebben dit even naar de zijkant geschoven. Je moet zorgen dat je altijd in de bench eigenlijk een warm gedeelte hebt. Dus zo'n matje. En een koud gedeelte, dus gewoon dit. Een kaal en een koud gedeelte. Maar het ziet er zo aandoenlijk uit. Het is net een klein ijsbeertje of een klein konijntje met die roze oortjes. Oh. Wat? Wat de hel? Het sneeuwt ineens. Nee, straks raken we het hondje kwijt. Wit op wit. Maar ze moet plassen en poepen, want ze werd wakker en ze wilde net gaan zitten. Dus wij snel oppakken, buiten neerzetten. Maar dit is gelijk je eerste ervaring met sneeuw, Bobo. Hey, het boeit je niet zoveel, hè? Je zit gewoon bij mij. Wat? Dikke sneeuw ineens. Mijn voeten zijn serieus interessanter dan de sneeuw. Ik hou altijd zo van sneeuw. Ik kan altijd zoveel video-ideeën met sneeuw doen. Ik hoop dat er dit jaar echt nog een dikke pak komt. Goed zo, plasje doen, ja. Goed zo, belonen jongens dat ze buiten plast. Goed zo, goed gedaan. Altijd super satisfying hoe sneeuw naar beneden komt. Ik kan me daar echt op blind staren gewoon. Wat? Ga lekker erbij zitten gewoon. Ze is echt al de hele dag, zodra ze wakker is, super loyaal. Ze komt gelijk bij me liggen, knuffelen, zo lief. En het gaat ook super goed tussen Pien en Bobo. Kijk maar, Pien zit gewoon rustig te snuffelen. Nou ja, dat duurde ook niet lang, want ze gaat nu alweer daar liggen. Maar weet je zeker dat je geen cavia bent? Je bent gewoon een knaagdier. Ik heb Bobo nu een paar keer uitgelaten en ze durft niet zonder mij verder te lopen. Ze blijft bij me, ze blijft tussen mijn voeten, naast mijn voeten. Ze loopt de hele tijd achter me aan, gaat de hele tijd op me zitten. Ze is super loyaal, nu al op de eerste dag. We proberen Pien en Bobo zoveel mogelijk tegelijk aandacht te geven. Want ja, Pien mag zich niet minder voelen. Want dat ben je ook niet, Pien. Hey. Jammer dat je me niet kan horen omdat je doof bent, maar... Jij bent altijd mijn eerste hond geweest, hè, Pien. Vergeet dat niet. En ik ga ook nog eens lekker bij je liggen, hè, vannacht. Ik ga hier een matras neerleggen. En dan de eerste nacht slaap ik bij haar. Ik hoop ook dat ze vannacht echt goed gewoon slaapt. En dat ze niet de hele nacht gaat piepen. Vlak voor het slapen gaan, krijgt ze nog een beetje warme yoghurt. Hoppatee, een beetje yoghurt opgewarmd. Het is niet kokend of zo, hoor, jongens. Dus maak je niet druk. Hier, heb je er trek in? Vind je dat lekker? Ja, natuurlijk vind je dat lekker. Je krijgt dat al elke avond. Bij de fokker kregen ze elke avond voor het slapen gaan. Sowieso alle puppies. Kregen ze allemaal een beetje warme yoghurt. Woepsie! Zit ik lekker te editen? Denk ik dat ik bijna klaar ben? Zie ik dat ik de outro vergeten ben? Dat kwam omdat ik was helemaal knock-out. Ik ben lekker naast Bobo gaan liggen. Ik heb een matras op de grond neergelegd. En ik ben heerlijk gaan slapen. Het is nu alweer een andere dag. Vandaar dat het ineens licht is. Maar jongens, ik hoop dat jullie ontzettend genoten hebben van deze vlog. Ik wel. Ik moest gewoon huilen toen ik het ging editen. Ik weet niet waarom, maar dit beest emotioneert me heel erg. Maar in ieder geval, het was een topdag. Morgen gaat dat ook worden. Dat kan niet anders met zo'n lieve Bobo. En dan ga ik nu zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. Ja, wat is dat?